We staan hier op het terrein van het Gelders Landschap, op de Veluwe. Eind augustus hebben we deze kast gecontroleerd, deze vleermuiskast. Er zaten toen 7 bosvleermuizen in. Een eindje verderop in het bos was nog een kast met 8 bosvleermuizen. 2 dagen later zijn we hier terug geweest om te filmen bij het uitvliegen. We werden toen verrast door 31 uitvliegende dieren. Volgens ons allemaal bosvleermuizen. Op de rode lijst staat de bosvleermuis als gevoelig, omdat de populatie voor Nederland geschat wordt op ruim 100 dieren die aan de voortplanting deelnemen. Er is lang weinig bekend geweest over de bosvleermuis, maar door betere detectors en door kastenonderzoek weten we inmiddels wel wat meer en kennen we meer verblijfplaatsen. De dieren kunnen heel ver trekken van winter naar zomer verblijven. Er zijn afstanden bekend van meer dan 1500 kilometer. Ze kunnen ook hoog vliegen, zodat ze last kunnen hebben van windturbines. Bij de aanleg van nieuwe windparken moet dus terdege rekening gehouden worden met de aanwezigheid van bosvleermuizen. In Nederland is de soort beperkt tot oude bossen met holle bomen, vooral in Oost-Nederland. Maar gelukkig zitten ze ook, zoals hier, in kasten.